beeld. Nou ja, hier vraagt de een de ander om elkaar te kussen. Ja. Maar mijn werk gaat over, bijna altijd over liefde, liefde, ja, ja. Leven, geboorte, dood. Nou ja, dat is leven. Ja. De belangrijkste dingen in het leven. Ja. Ontmoetingen, relaties, kinderen, geluk, onzekerheden. Ja. Het lijkt in eerste instantie altijd heel vrolijk, maar het is wel gelaagd. Als je doorkijkt... De kleuren zijn vrolijk. Ja, de kleuren zijn vrolijk. Maar het heeft wel een gelaagdheid die niet altijd alleen maar vrolijk is. Ja, ja. Want alleen vrolijkheid is oninteressant. Ja, ja, ja. Wat is je belangrijkste werk wat je hier hebt hangen? Ik denk dat het laatste werk, dat grote werk. Wat daar in het begin hangt. Ja. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Kunnen we naartoe lopen? Ja, we kunnen even naartoe lopen. Ja. Nou, dat is een groot werk. Wat ik kan vertellen is dat het groot is. Ja. En nou, het heeft hetzelfde onderwerp van hou elkaar vast. Maar laat elkaar ook los op momenten dat het goed voor je is. En voor je relatie. Het heeft ook iets. Er wordt altijd naar je gekeken. Het is bijna iets religieus. Ja. Maar terwijl ik a-religieus ben. En de tijd? Er is meer tussen hemel en aarde. Ja, en dat is gewoon waar. Ja, ja. Is de tijd waarin je dit maakte, wanneer was dat? Is 2 weken terug. 2 weken terug, ja. Ja. Dat is een enorm werk. Ja. Dan moet je wel een behoorlijke studio hebben, wil je dit ook kunnen maken, lijkt mij. Ik heb een oude school, een oude Dudok school. Ja, ja. Ja. En waar? Hier in Den Haag? In Hilversum. In Hilversum, oh ja. En hoe komt het dat je hier... De galerie is de eerste galerie waar ik tentoongesteld heb in... Dat is niet helemaal waar. Ik ben begonnen op de Dennenweg. Daar heb ik zelf een pand gehuurd toen ik de eerste tentoonstelling hield. En daar kwam Koen, de eigenaar van deze galerie, kijken. En vanaf die tijd heb ik om het jaar bij hem geëxposeerd. En dat is de 10e keer. 10e keer, dat is echt 10 jaar. Ja. Mijlpaal. Ja. Oké, ja. Bedankt. Okay.